Alles gaat niet af, die doen het niet meer. Er staat een bed in brand, denk ik, in de woonkamer. Iets, dus ja, het zal wel een bed zijn. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD voor Amor. En vandaag ga ik een pot weer eens in noodroef 112. Duitse brandweersimulator. Zoals je ziet hebben we wel de Nederlandse skins erop staan, maar het blijft toch Duits zoals je ziet in deze dingen bijvoorbeeld. Ja, ik speel het niet heel vaak omdat het spel ja, gewoon echt ja, een beetje die kleine bugs heeft die het niet leuk meer maakt, vind ik. Kijk, als je nu al nu doet het helemaal niks. Er zijn wel dingen veranderd, maar de knoppen doen het niet ofzo. Oh, dat is natuurlijk waarschijnlijk wel de like openstaan. Maar goed, ja, het is een Duitse brandweersimulator. Gemaakt door Aerosoft, geloof ik. Voor de mensen die het nu niet wisten, maar ik weet het daar gewoon niet zeker meer. Ja, wat kun je hier? Je krijgt meldingen uiteindelijk. Dan kun je selecteren wie je wilt zijn. En dan, ja, dan gaan we het zien. Ik doe in ieder geval even voertuigcontrole. We zijn vandaag op de TS, maar ook op de autoladder. En ja, zie je nu de blauw het. Daar wachten 6 en 9. Nou, dan heb je alles een beetje. Een tutor. Oh, en we krijgen een ongeval. Gewoon een ongeval. Nou, kazernealarm gaat. Maar wij zitten al. Hilfeleistung. Verkeersunfall VU1. Einsatz. Ik zet NF24. Status aanrijdend. De ambulance gaat ook mee zoals jullie zien. Ik zie dat de politie ook nog langs rent. Ik heb de bevelvoerder. Knipperlichtjes hebben we, spiegeltjes. Vol? Ja, vol. Ja, we moeten even mijn toetsenbord doen, want mijn stuur doet het niet meer. Daar zit zoiets met dubbele pedalen en dat kun je wel... Of dat is een fix, maar dat werkt niet bij noodroef of zoiets. Ik krijg dan tot als ik gas geef, tot die... Nee, wacht. Het is heel raar in ieder geval. Rechts kan mij hier niet zien, nu wel. Het is in ieder geval zo dat als je gas geeft dat er niks gebeurt en als je gas loslaat dat hij denkt dat je volledig achteruit wilt rijden. Dus dan gaat hij keihard achteruit rijden, dat is heel raar. Nou, eens kijken wat we hier gaan aantreffen. Ja, wat ik wel zo jammer vind, dat we hier dan dadelijk aankomen en we zijn natuurlijk een mokertje snel. En dan ga je zien dat tot we nog 5 minuten zo op de ambu moeten wachten en de politie die dan ter plaatse komen. Voordat je pas kunt uitstappen en beginnen met je meldingen. Melding te starten zeg maar. Ik ben er nooit geweest, oh hier is het. Nou. Nu moeten we wachten tot iedereen is gearriveerd. En dat kan... ook wel even duren. Ik gooi hem op. Status ter plaatse. Ik gooi blauw eraf. Nou, daar is de ambu al. En dan zal de politie niet veel later volgen. De politie staat er al, zullen jullie denken, maar je hebt zeg maar in Duitsland een noodarts. Dat is zeg maar iemand die wat hoger staat dan de ambu. Die wat, ja, in Nederland hebben we dat allemaal niet. En die moet, oh wacht, die noodarts komt niet mee. Oké. Okay. Normaal rijdt hij altijd mee, maar nu dus niet. Ik word gebeld. Ja, ik bel straks wel terug. Het is
Even een ongeval, jongen. We kunnen niet opnemen. Ah. Ja, we moeten hier de pomp gebruiken. Dat zijn ook wat nieuwe dingen, maar het doet geloof ik helemaal niks. Ik kan hem vol openzetten, ik kan hem vol omlaag zetten. Dat maakt allemaal niks uit. Ik zet hem niet uit, want we hebben op dit moment geen water nodig. We zullen F1, F2 eens kijken wat we moeten doen. Oké. Dit leggen we hier neer. We moeten waarschijnlijk, of we moeten de accu gaan ontmantelen of zoiets. Zodat we daar... Dat geen probleem meer oplevert. Ik weet niet of iemand dat nu is aan het doen. Ik hoef op dit moment even niks te doen. We moeten waarschijnlijk nu de bezem gaan pakken. Dus dan pakken we die alvast. Ja. Dan gaan we dit eens opvegen. En dan gaan we retour. Doe dat ding terug. Zo. Inklappen en omlaag. Zo. Deze moeten terug worden gehangen, maar dat gaan jullie twee doen. Ik ga vast zitten en dan ga ik F1, F2, F6. En dan kan ik naar de kazerne gaan rijden. Als het goed is. Ik ga echt niet helemaal omrijden. Wie weet hoe lang dat duurt. En nu zitten we vast. Ah, we zitten vast. Mooi man. Ambu, rijd door. Ik zet status beschikbaar via de portofoon. Dus we zijn nu beschikbaar buiten, of via de radio moet ik zeggen, ja, portofoon is dat. We zijn nu beschikbaar buiten de kazerne om. Stel dat er nu een melding komt, kunnen wij die al aannemen. Dat zou, als het goed is, dat stond er al sinds het begin, zeg maar. Maar ik begreep dat dat sinds nu echt werkt ook. Dat er een enkel aantal meldingen zijn die vanaf nu daarmee werken. We zijn al terug. En dus nu wachten tot de ambu ook achteruit heeft ingeparkeerd. En dan, ja, dan kunnen wij weer meldingen ontvangen via de... Of dan is deze melding, zeg maar, volledig afgerond. Dus ik weet ook niet of we, als we met meerdere voertuigen zijn uitgerukt, of we dan al meldingen kunnen ontvangen. Maar in ieder geval, het zou wel moeten kunnen. Bijvoorbeeld zo'n melding waar echt alleen de TS nodig is. Een oliespoor of zo. Maar voor de rest weet ik ook niet hoe dat gaat. Ik heb ze geloof ik pas één keer ontvangen. En ik weet niet meer wat dat was. Nou, dus de kazerne stelt niet heel veel voor. We gaan hier op een stoel zitten tot wij de nieuwe melding krijgen. En totdat de ambu terug is. Dus dan zie ik jullie zo meteen. We hebben een klusje met die vrachtwagen die daar aan de overkant staat. Dat zijn ook nieuwe meldingen. Dat wist ik en ik hoopte altijd dat die zou komen. Het is een soort administratief bijstand. Assistentie. We zijn dus met de haakarm hebben we een melding. Een melding met het haakarmvoertuig. En dat is deze. We gaan er gewoon lekker een dikke prio 1 van maken. Want er zou ergens brand zijn wat ik zo hoorde. Heel veel lijsting. Fire nog wat, denk ik. We gaan het zien. In ieder geval deze bak. Pakken, ik weet niet wat erin zit hoor. Iets meer draaien. Wacht even.
Klik, oké, dan gaan we nu optillen. Het is geloof ik ook, ik ben de enige die mee hoeft. Er is niemand anders die mee rijdt. Dat is raar, want er is hier dus brand in het gebied. Of zoiets, ik moet nog eens terugluisteren wat hij zei. Maar, en dan hoeven wij niet te gaan, maar dit lijken me zandzakken. Misschien in verband met overstroming ofzo. Ik heb alleen geen route. Rechtdoor denk ik ze te zien, hè? En dan hier naar links. Is dat de oude route? Nee, oké. Okay. Ja, gaat hij nog, pik? Potman, jij. Die wilde gewoon doorrijden, wat een pannenkoekje. Moet je eigenlijk mee opletten, als je een auto speelt, dan... trouwens wel even... zo ruim de bochtjes pakken, maar even status dat we natuurlijk aanrijdend zijn. En die toeter, ja, dat is gewoon een parkding. Zelfde route als net bijna. Nou, nu moeten we weer naar rechts alleen. Nou, er zal niet veel verkeer zijn om die luchthoren erop te laten, dat is ook zo'n onzin. Hier moeten we zijn. Nou, die bak moest je erin, dat weet ik nog bij de vorige keer. Ik wil even zoeken waar je moest parkeren. In de midden natuurlijk, maar dat ging niet zo. Easy. Screenshotje. Boom. Oké, we gaan hem hier droppen. Maar wat hier nou te doen is, hier is iets met water zo te zien hierboven, dus het zal inderdaad wel overstromingsgevaar zijn of zoiets. Iemand zal dat ding hier nodig hebben. Maar wij vanuit de brandweer in ieder geval niet. Zo. Zo, en dan kunnen wij nu weer terug, zonder spoed. Dat is ook zoiets, je kunt nog gaan rijden voordat je erin zit. Oké, ja, jullie kunnen nog even genieten van mijn rit terug anders, of niet. Nou, ik denk het niet. Zo saai en dan ben je, daar kijkt toch niemand naar. Want ik ga toch niet... dat is lang. Ik zie jullie in ieder geval zometeen weer. Of ja, zometeen. Voor mij zometeen. Of voor mij eigenlijk morgen. Maar voor jullie gewoon nu. Want ik moet echt gaan.
En ik was even vergeten dat noodroef opnemen altijd langer duurt dan dat ik denk. En dan ben ik vaak een uur bezig met opnemen voor een filmpje van 20 minuten. Omdat die meldingen natuurlijk ook op zich laten wachten. Dus ja, niet raar kijken. Nu zien jullie rechtsboven maandag 17:03 inmiddels. En dan kan het zomaar zijn dat de taal opeens dinsdag 17 of dinsdag 7 uur is bij het begin van de dienst. Dus het is puur omdat ik nu moet gaan. Oh, ik zie het nu pas allemaal. We kunnen ook over D zijn. Ik zie hier ook gewoon een laagje. Ik volg hem snel, want ik weet niet hoe ik bij dat bij die auto kom. Shit, ik ben hem al kwijt. Oh, ik zie daar iets. Ik ga gewoon hierop. En dan gaan we hierop. En ik denk dat die melding hier om de hoek is. En we gaan het echt zien. Dit is de laatste melding van vandaag. Status aanrijdend. We kunnen rechts in beeld praten als in voorbereiden, finish en dat soort zooi. Even kijken of de mannen ook uitrukken. Waarschijnlijk wel. We zijn in ieder geval prio 1 onderweg. Als we verdedigd is. Oh, kijk eens aan. Dat wordt uitslaand waarschijnlijk. We schalen nog niet op. Of dat is misschien al uitslaand. We schalen nog niet op in verband met dat wij in dat ze hier al ruim uitrukken. Stop maar, het is hier zeg maar. We gaan mee, vriend. F1. F1, F2. Zo. I'm the driver now, hè. Wacht even tot de ammo er is en dan ga ik F1 en dan moet ik zorgen dat die gast niet weer gaat rijden. Oké. Okay. Uitstappen. Jongen, allemaal voorbereiden. Dat is nu opeens weg. We zijn status ter plaatse. En nu kan ik wel niks doen ofzo. Nou, dan gaan we gewoon lekker die TS bemannen. Kunnen we nog wat blussen. Gaan ze zelf wat zo doen. Ik heb zet de pomp nog even uit, maar dat is wel mijn taak. Ik ga waterwinning doen, voorzien van waterwinning of zoiets. De TS voorzien van water zeg maar. Er zit altijd wel wat water in, maar het is handiger, of het is natuurlijk niet zo handig dat het uit zou gaan tijdens het blussen. Maar nogmaals, ik ben ook te slecht in alles wat met de brandweer te maken heeft. En misschien vinden we dat ook bij de ambulance en bij de politie. Dat mag. dat mag inderdaad. Ja. Even denken. Ja, de pomp bedienen, dat heeft echt allemaal geen zin joh. Ik ga hem... We gaan in ieder geval deze licht openzetten. Die andere ook een beetje niet vol. Wel zo. In ieder geval, ze zijn sneller klaar dan voorheen. Want soms gaan ze echt gewoon tot ze echt een uur bezig zijn. En denk ik van jongens... Die branden ze inmiddels al 4 appartementen. We gaan nu naar boven. Water trouwens even testen. Ja, water doet het. Oké. Okay. Dat is wel handig om te doen. Van tevoren. Binnenaanval. Oké, okay, hier staat al iets in de hens. Ik ga dan naar het balkon. Of balkon, dat zeg ik. Naar het plafond. Dit is een plant. Die fikt goed jongen. Die heeft niet veel water gehad. Want die is zo droog als wat denk ik. Oké, okay, bevelvoerder, de 110 voor de 111 of zo, ik weet het dan. 110 is geloof ik de bevelvoerder en 111 is de... ik.
Maar goed, die termen zullen we maar niet gebruiken. Dit deurtje open. Ja, rookmelders gaan niet af, die doen het niet meer. Er staat een bed in brand, denk ik, in de woonkamer. Iets, dus ja, het zal wel een bed zijn. Brand is redelijk goed uit te maken. Dus, op schaal is vanuit mij niet nodig. Maar ja, goed, een bepaald bevelvoerder. Maar ik krijg altijd wel informatie tot er nog mensen in de woning zitten of niet. Uiteraard hebben we die vandaag ook gehad, maar daar heb ik even niet gelezen. Of gehoord. We hebben alles onder controle hier hoor, brandmeester. Kan ik wel stellen. En even nablussen. Maar het vuur zelf is echt wel uit. Of toch niet? De schilderij staat een beetje in de hens en een beetje in het hoekje. Ja, nou, ze melden al door aan het AC. Tot de brand... voor zover uit is. Ja, er is waarschijnlijk verbrand. Nee, toch niet. Nou, toch wel. Ergens fikt het nog. Er staat nog extinguished fire. Dus we gaan toch maar even sowieso de hele woning na. Ik zie ook brand, dus dan is het sowieso aangestoken. Dus ze maar gewoon een hele woning. Zo. Dat was het. Daar fikte nog iets. Die deuren die krijg je toch nog niet dicht, hè. Maar zoals ik in het begin van de video al had aangegeven. Want gisteren had ik iets opgenomen. En vandaag ga ik er verder mee. En gisteren wist ik het nog niet echt. En vandaag wel. Er komt een noodroef 1122 aan. Dus het is niet 111 of 1122, maar dat is 1122, dus deel 2. En dat is dat is een hele nieuwe versie en ik begreep dat je daar ook vrijwillige brandweer bij kon en goed werkend multiplayer. Dat zal misschien ook de reden zijn dat ze hebben gezegd van we gaan niet meer ons bezighouden met moet ik dat ding hier in stoppen? Nee, ik weet ook helemaal niet waar ik dat ding in moet stoppen, dus daarom gaan we gewoon lekker zijn. Dat is misschien ook de reden dat heel noodroef 112, gewoon dit wat we nu spelen, ook niet meer echt geüpdate wordt. Dat ze daar gewoon druk mee bezig zijn. Ik zag in ieder geval dat de animaties van het vuur, dat picobello uitzag, de stad zag er in ieder geval echt wel vetter uit. Het is precies dezelfde kazerne. Alleen bij degene die nu al de kans kregen om daarmee op te nemen, die mochten... daar was de kazerne nog één grote rode blok bij, dus dit was gewoon allemaal helemaal rood. Maar dat wordt nog allemaal geskind en dat lijkt mij tot dat op het laatste gewoon lekker wordt gedaan. Dus ik heb er in ieder geval wel een verwachting van, maar dat had ik ook van noodroef 1 en 2. Dus we gaan het zien, maar ik vind het wel jammer, want ik begreep dat we moesten kopen. Dus dat vind ik wel zuur. Of dat je het moet kopen, dan heb je zoveel geld uitgegeven voor dit, dan hebben we hier een zooi... van gemaakt. Oh ja, haal je anders maar even via die kan in. En dan, ja. Ik hoop dat het in ieder geval de moeite waard gaat zijn. Maar misschien tot ik mij nu een beetje, of natuurlijk zo'n key kopen hè, bij Kingwin of zo, of G2A of zoiets. Daar kun je wat keys kopen van, ik begreep iets van bedrijven die dan failliet zijn gegaan en die nog heel veel codes van spellen hebben liggen. Ze hoeven niet allemaal failliet te zijn gegaan hoor, maar
In ieder geval, daar kun je vaak codes kopen voor GTA bijvoorbeeld voor 22 euro, ik zeg maar iets. Dus zeker een aanrader. Maar nou, ik zal hem niet pre-orderen, denk ik. Noodroef 1122. Tenzij ik echt in de filmpjes al ga merken van oké, dat ziet er wat puik uit. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. En dat gaat zijn met de lichte motor. Als ik het goed heb. Ja, dat ga ik nu. Nee. Misschien wel, misschien niet. Of een, nee, roleplay video geloof ik. En daarna de lichte motor. Dus nou, weet je wel alvast. Ik ga nu in ieder geval de lichte motor opnemen, want de roleplay video heb ik al opgenomen. Tot dan. Doei.